10 vroege vluchters, met daarbij één bekende naam, de Duitser André Greipel, fietsen een voorsprong van 11 minuten bij elkaar. Maar even voorbij half koers versnellen de Italianen. We krijgen een interessante achtervolgende groep met wereldkampioen Ballon en niet minder dan 4 Belgen, Dwalen, De Greef, Van Avermaet en Bonen. De groep van Bonen komt op 40 kilometer van de streep bij de koplopers en loopt zelfs meer dan 2 minuten uit op het peloton. Maar onder impuls van een ontketende Cancellara komt alles opnieuw samen. Op de beklimming van de Aqualagna moet Bonen lossen, maar de Belgen blijven tot in de laatste ronde meespelen. Cancellara gaat. Gilbert mee. Op de klim. Gilbert mee. Gilbert strijdt volop mee voor de titel, maar dan gaat Cadel Evans er vandoor. Gilbert probeert nog maar te vergeefs. De Australiër houdt stand. Cadel Evans, dames en heren, op weg naar goud. Goud voor Australië. Cadel Evans, een bekroning voor doorzettingsvermogen. Cadel Evans is wereldkampioen. Goud dus voor Evans. Beste Belg is Gilbert op plaats 6.